Goedemiddag, we zien hier vandaag in Wel en het is vandaag de fotoclub Wel. En met een speciale naam Gefocust. Waarom de naam de Gefocust? Ja. De naam Wel Gefocust is eigenlijk gekomen bij de oprichting. Het is eigenlijk voor twee dingen. Wel Gefocust is dat je natuurlijk focus hebt ergens op. Nou, focussen is ook een term die je in de fotografie tegenkomt. Nou, Wel is uiteraard het pittoreske Wel wat we nu zien, waar eigenlijk toch de roots van de club liggen. Dus daar komen we op de naam Wel Gefocust. En die expo die jullie nu organiseren, dat is niet de eerste keer, want vorig jaar hadden jullie hem ook en volgens mij 3 jaar terug ook? We hebben in 2016 hebben we de eerste expo gehad en in 2018 hebben we er nog eentje georganiseerd. En dit is nou de derde keer dat we het organiseren. Ja. En het hoeveel leden bestaat al die club? Want dit is eigenlijk gewoon een club, hè? We zijn een club, hebben ik denk een 25-tal leden en er zijn er nu op dit moment een 19 die actief exposeren vandaag. Kijk, er is altijd elk jaar wel iets wat er gebeurt, waardoor mensen zeggen van, nou, ik pas even een jaar, ik doe even een jaar niet aan een expo met. Maar in principe draait de club met 25 leden. En het zijn allemaal Waalse of gewoon uit de regio? De merendeel komt wel inderdaad uit Wel zelf. We hebben ook wel mensen uit Bergen en uit de omgeving hier. Wel doet de regio Maasduinen inderdaad. En doet jullie ook ieder week een avond organiseren onderling dat jullie iets gaan doen of is er helemaal niks over? Dit jaar zijn we eigenlijk begonnen met focusgroepen. Om toch te kijken of we wat meer konden leren daarmee. Nou, wat we deden is, in principe hadden we elke eerste woensdag van de maand 's avonds een bijeenkomst. Daar zien we hebben ons opgedeeld in groepjes. 3 focusgroepen dit jaar. Eentje op portretfotografie, eentje op landschap en eentje op dierfotografie. En die groepen zijn als werkgroepen aan de slag gegaan. En die hebben onderling ook nog wel uitjes georganiseerd en opdrachten gedaan in de natuur. Zo is de dierengroep waar ik zelf in met zich een keer naar Zoepark Avalon geweest om door te fotograferen. En door zeg maar onze kennis en kunde verder te ontwikkelen. Dus iedereen is eigenlijk vrij in doen. We hebben inderdaad de verplichte, de maandelijkse bijeenkomst. En daarna hebben we de coaches aangesteld bij de focusgroepen die dan de mensen kunnen begeleiden. En dan de coaches organiseren dan vaak van, we gaan een avondje naar de Hamertien of richting een rondje rond het Reinersmeer. En dan kunnen dan de leden van de focusgroep zich bij aansluiten. En als ze dan wat meer, even niet weten van, hoe moet ik de camera instellen, wat kan ik mooist op de compositie maken. Dan springen de coaches bij en dan op die manier hebben we de diepgang in de foto's. En hebben jullie ook een eigen website en hoe zijn jullie eventueel te bereiken? Die is wel lastiger. We hebben geen eigen website. We zitten binnen een besloten groep op Facebook. Dat we onderling wat dingen kunnen uitwisselen. En eigenlijk op dit moment is de expo eigenlijk onze enige keer dat wij echt naar buiten treden. Maar dat is misschien nog iets voor de toekomst. Ja, we zien wat ontwikkelingen gaan. We zien al 5 jaar altijd. We hebben dit jaar een jubileumjaar. Dus daar zien we ook wel wat met ideeën bezig om er iets mee te doen. Dankjewel, uiteraard. En het is alleen een beetje, we zien aan het groeien. We zien aan het kijken wat is nou de beste manier om de vereniging verder zeg maar, vorm te geven. En daarom hebben we nou gezegd, we doen even een ledenstop. We hebben een wat besloten groep. En wat het dan verder gaat werken, dat zullen we de komende maanden ergens dit jaar gaan beslissen. Ja. Ik zeg Bas en Mark, bedankt voor de interview. Ja, bedankt voor jullie komst. Ja, bedankt voor de komst. Graag gedaan. Ja, doei. Ik sta hier nu bij Nicole Nijssen en Nicole Nijssen wil het een en ander vertellen over haar foto's. Nicole, dus wat vertellen. Ja, we zien er nou bij de fotoclub is de bedoeling dat we eigenlijk, we mogen allemaal foto's aanleveren die we het jaar heen gemaakt hebben. En we hebben een vrije opdracht. En nou vond ik dat heel lastig, dit jaar, wat zal ik eens doen? En toen werd ik gewezen op een punt bij Putjeswerk dat er heel mooi licht is met herfstkleuren. En dan heb ik een punt gevonden. Nou, dat vond ik dus echt heel erg, qua kleuren heel wauw. En daar ben ik heen gegaan en ik wandel ook heel graag met de hond. Ik vind het leuk om daar ook samen dingetjes mee te doen. Dus ik denk, nou, dan moet ik eigenlijk kunnen combineren. En dus mijn model is met geweest en dan hebben we daar wat kiekjes gemaakt. En dit zijn de resultaten. Dankjewel.